Yo mensen, top ik deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA1999. Met vandaag weer een nieuwe Spelers Career Mode. En vandaag is het voor jullie zondag. En we gaan dus weer de Spelers Career Mode doen. Morgen natuurlijk weer de derde kaart Liverpool Career Mode. En vanavond kun je nog de nieuwe intro bekijken van de Wesley Rudy afleveringen. Die vanaf volgende week weer gaan komen. Vanaf 1 september weer een nieuwe aflevering. En dat gaan jullie allemaal meemaken volgende week weer. En er gaat niet elke week weer een aflevering komen. Eén keer in de zoveel tijd komt er dus een Wesley Rudy aflevering. En we gaan kijken hoe dat natuurlijk weer zijn werk gaat. Hier komt de eerste kans voor het Nederlands elftal, maar de bal wordt gered. En wij spelen dus nu twee wedstrijden met het Nederlands elftal op de EK-kwalificatie. Alle twee wedstrijden mogen we spelen. Dat is natuurlijk mooi tegen Roemenië en tegen Wales spelen we dus. En nog één wedstrijd in de Premier League voor Manchester City. Hier de kans voor Rosario, schot gebokt, Malen, Bergwijn. De bal uiteindelijk weggewerkt. En zo is het toch op het Nederlands elftal, wij die gevaarlijker zijn. Hier komt de bal richting Dumfries. Wesley, we krijgen de kans en we maken het doelpunt. Het is 1-0 en wij mogen het doelpunt maken voor het Nederlands elftal. We horen de goalturnen van Oranje en het is dus 1-0 voor het Nederlands elftal. Wij meer met ons doelpunt. De eerste in deze EK-kwalificatie. De nummer 9, de spits van het Nederlands elftal. Doet het goed, Wesley. En ook terecht, 1-0. Kwartier gespeeld, nog steeds de 1-0 voorsprong. Wesley, komen we er weer langs? Ja, we geven een goede paas richting Bergwijn. Kans nu, Steven Bergwijn afmaken. Bergwijn, en dat doet hij niet. De redding van Radu. Dus de corner wel voor het Nederlands elftal. Wordt genomen door Van de Beek, volgens mij. Nee, door Frenkie de Jong. Frenkie de Jong richting Wesley. En de bal schieten we net in het zijnet. Dat is jammer. Hoeks doeltrap dus nu voor Roemenië. Doeltrap genomen. Richting Frenkie de Jong die de bal heeft. Wesley. Kunnen we de bal bij een medespeler krijgen? Ja, hier Van de Beek. Donny van de Beek. Schot geblokt. En is nog de corner voor het Nederlands elftal. Corner wordt genomen door Frenkie de Jong. Frenkie de Jong met de hoekschop. Gaat richting... wie is het? De Ligt. En dan is het dus 2-0 voor het Nederlands elftal. En is het Matthijs de Ligt die de doelpunt op zijn naam krijgt. Goed gedaan. En dus 2-0. Mooi doelpunt. Van Dijk nog steeds aanvoerder hier bij het Nederlands elftal, zie ik. En dus de 2-0 voorsprong is een feit. Ondertussen de 22e minuut waar Roemenië wat gaat proberen. Maar wij worden verdedigend goed bezig. De Nooyer werkt de bal weg. Wel de ingooi dus voor Roemenië. Man met de ingooi. Ingooi genomen. Weggehaald door de Ligt. Opvang hier door onze spits. Als wij, ja, door ons Wesley. We hebben de bal. Geven de bal goed af richting... Groeneveld, we krijgen de bal goed terug. Kunnen we dan nu het doelpunt maken? En dat is zeker zo. 3-0. Een half uur gespeeld. En onze tweede van de wedstrijd. Het is 3-0 en Westie mag hem weer maken. Morgen een mooi paas van Groeneveld. En wij schieten hem prachtig binnen. En het is dan ook terecht een mooi doelpunt. En terecht ook de 3-0 voor Oranje. Ondertussen de tweede helft al, 58e minuut, waar toch alweer spelers langs de zijlijn warm lopen om misschien dat er ingevallen zou misschien ook voor ons zijn. In ieder geval is het 59e minuut en dan gaan niet zeker. Wij gaan naar de kant en Frenkie de Jong gaat naar de kant. En twee vervangers dus voor deze spelers. Wij gaan naar de kant worden gehaald, zoals jullie konden zien. Ik zag alleen niet voor wie, ik denk Depay. Goed, dat is jammer dus. We worden gewisseld in de 59e minuut en gaan we door naar de volgende wedstrijd. Die is tegen Wales, ook in de EK-kwalificatiewedstrijd. En daarna dus de wedstrijd met Manchester City. Die gaan jullie ook deze aflevering zien. Dan gaan we eerst even wachten, want het duurt weer even een tijdje dat FIFA even meewerkt. Alsjeblieft, dankjewel. En de volgende is dus tegen Wales. We staan met bovenaan met 3 punten, Hongarije ook. En wij moeten nu dus tegen Wales spelen en kijken wat we daar tegen kunnen doen. We staan weer naar de basis. En dus gaan we kijken wat het gaat worden in deze wedstrijd. Wils hebben balbezit in ieder geval. Van de Beek probeert druk te zetten. Lukt hem ook. Van de Beek, goede paas geeft hij op ons. Wesley, kunnen we eruit komen dan? Kunnen we naar de 1-0? Wesley, geeft hem goed af. Ja, hier richting een medespeler. Nee, weggehaald. Ook niet echt lekker. De Groeneveld met een afstandsschot. En een prachtig afstandsschot zeggen. Het is de 1-0 voor het Nederlands elftal. En het is Groeneveld die hem maakt. Een prachtig schot zeg. Dat moet ik wel zeggen. Want ja, ik had niet verwacht dat hij de bal erin ging vliegen. Maar hij vloog er wel in. Het is 1-0. En het is Groeneveld. Hier zien we het nog een keer. Of toch niet? Nee, we gaan gewoon door. En het is dus de 1-0 voor het Nederlands elftal. 5 minuten gespeeld, 1-0 voor Oranje. Dumut. Davies. Smit. Wils nu met het balbezit. Ramsey onderschept nu de Nooyer.
De Nooier, Dumfries, Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Wesley. Zo, de voet van de tegenspeler, Brooks, zo is de bal toch van de scherp. Bergwijn, goed. De Nooier, Bergwijn, meegeven nu, Wesley. Kunnen we de bal goed geven richting Milik daarvoor in vrij. Ik denk Bergwijn nu. Wesley, kunnen we nog goed voorgeven? Ja, die komt voor hem van de Beek. Krijgt de bal goed voor zijn hoofd. De bal eigenlijk helemaal weggehaald. Maar wel de ingooi dus voor het Nederlands elftal. Genomen door Steven Bergwijn. Frenkie de Jong. Terug naar Bergwijn. Geen buitenspel. Van de Beek. Bergwijn één keer voor. En kopbal Groeneveld. En het is een tweede. En weer een prachtig doelpunt zegt. Dit keer een kopbal. Maar toch weer een mooie goal. En een kwartier gespeeld. En de 2-0 voorsprong is een feit. Ondertussen de tweede helft alweer. 47e minuut. Nog steeds die 2-0 voorsprong. Door twee prachtige doelpunten van Groeneveld. En wij zijn tot nu toe niet echt belangrijk geweest in deze wedstrijd. Deze bal gaat over de zijlijn. En is de ingooi voor het Nederlands elftal. Van de Beek. Frenkie de Jong, Van de Beek, Wesley. Kunnen we nou de bal goed voorgeven dan? Wesley, draait hij er bijna zelf nog in. Maar ja, dat is niet echt in de buurt. Want de keeper zat er vlakbij. Dus de uitloop weer genomen. Frenkie de Jong onderschept. Wesley, we krijgen de bal helaas niet verder. Smit, toch nog druk gezet. Van de Beek, Wesley. Bergwijn, Wesley. Terug hier richting Dumfries. Wesley, paas goed. Bergwijn raakt de bal niet lekker. Dus die kans weer voorbij. Roberts. En nu dus weer het balbezit voor Wales. Oeh, het Groeneveld zit er prachtig tussen, zeg Wesley. Nou, nu dan. Goed. En dan gaan we zelf schieten weer. En dan is het weer de redding van de doelman. Toch al twee keer de kans. En dan toch twee keer de redding of naast. Ramsey. Brooks. Nee, dan zal hij nu druk zetten op de aanvallers van Wales. Om die aanval te voorkomen. Lukt dat ook? Ja, hier. De Nooier. Goed, Wesley. Nu kunnen we eruit komen hier met Wijnaldum. Bergwijn meegeven nu. Wesley, goede kans. Kunnen we nou het doelpunt maken? Wesley en we maken het doelpunt. 3-0 en wij mogen het doelpunt weer maken in de 62e minuut. Komen we op de 3-0 voorsprong en we blijven ons doelpunt toch nog deze wedstrijd te pakken. Nog ongeveer 20 minuten op de klok nu. Nog steeds de 3-0 voorsprong en wij zijn toch echt bovenliggende partij deze twee EK-wedstrijden. Wesley, kunnen we dan onze tweede maken? Nee, afgeven lukt ook niet. En dan wordt het goed verdedigd. En dan is het de wissel aanstaande. Gaan wij naar de kant. Dan is Depay onze vervanger. Net zoals de vorige wedstrijd. En dan gaan wij door naar de laatste aflevering van... De laatste aflevering? Ik verspreek me steeds. De laatste wedstrijd van deze aflevering. Moeten we omdraaien. Deze aflevering duurde kort 12 minuutjes. Morgen gewoon weer een langere video met Dirk Kuyt. Manager Career Mode. Maar dit is nu de laatste wedstrijd van deze aflevering. Dat is de wedstrijd tegen West Ham United. En we gaan kijken wat we tegen West Ham United kunnen doen met Manchester City in de Premier League. In ieder geval West Ham niet een beetje zelf probeert, maar toch al de bal voor Anderson. Dus is de bal dus weer voor City. Wesley, Porro. Ja, we spelen goed bij Manchester City. We hopen natuurlijk op een transfer in de winterperiode of anders. Sowieso, dit is ons, ik denk dat sowieso dit seizoen ons laatste seizoen is bij Manchester City. Er zitten wel 2 jaar bij City. En dan vind ik het al tijd voor een stap hogerop. Dat kan dus naar Real Madrid zijn, Barcelona. Maar het kan ook in Engeland zijn. Ik vind Man United ook nog wel een leuke club. Gewoon als er leuke clubs komen, hoeft geen stapje hogerop te zijn. Maar ook Inter zijn, AC Milan. Ja, Juventus vind ik niet echt. Want ja, die heet niet zo in de game. Dus ik wil een beetje teams die wel echt zijn. Dus Juventus valt dan af. Maar het kan wel Inter worden, AC Milan. Lazio, ik weet veel wat jullie... Paris Saint-Germain kan ook. Die hebben we op zich natuurlijk al gehaald. Nee, we hadden Lyon hadden we. In 4 van 19 natuurlijk. En ja, Paris Saint-Germain zou ook nog kunnen. Maar kijken we natuurlijk qua aanbiedingen zouden gaan krijgen. Nederland, ja, ik hoop dat het ooit nog Nederland gaat lukken. Ik denk het niet. Maar dan gaan we dan allemaal weer gewoon meemaken bij de Spelers Career Mode in FIFA 21. Waar we dan ook bij een van de 4 ploegen die ik gisteren plat achter heb gelaten. ADO, PEC Zwolle, Fortuna en RKC. Bij die ploegen kunnen jullie stemmen. En tot nu toe staan ADO en wat is daar nog meer? PEC Zwolle bovenaan. Daar komt daarna nog een aparte video over. Ook bij de Manic Career Mode. Dan blijven er 2 clubs over van de 4. En in 1 van die 2 ploegen moeten jullie dus tussen gaan stemmen. En tot nu toe is dat bij de Fred Rutte Career Mode Groningen en VVV. En bij de Spelers Career Mode is dat dus ADO en PEC. Jullie gaan het allemaal nog uitgebreid zien. Komen we uiteindelijk toch op de 1-0 voorsprong. En het is wij mogen het doelpunt maken. En het is de 1-0. Voor Manchester City in de 23e minuut dus.
de 1-0 en wij maken, we mogen hem weer prachtig afmaken. En het is de extra tijd ondertussen van de eerste helft bijna aangebroken. En de eerste helft is ook bijna voorbij. En wij hebben dus die 1-0 voorsprong nog steeds. Hier komt de bal op voor, weggehaald door Malen. En is de kans uiteindelijk naast geschoten door West Ham United. Malen speelt hier dus bij West Ham. Morgen bij de Dirk Kuyt-Kweerhout speelt hij bij ons. Dus ja, dat is ook wel mooi natuurlijk. In ieder geval is de tweede helft ondertussen begonnen. Nog steeds 1-0 voorsprong door tot nu toe ons doelpunt. Het enige doelpunt van deze wedstrijd. Buiten ook bij dat doelpunt of komt er nog een doelpunt bij. Wesley, we krijgen de bal niet echt lekker verder. Dus de bal weer voor West Ham. Gundogan zit druk. Dus er komt de kans ook voor Malen. Onderschept weer. Gundogan. Porro. Gundogan. Wesley. Geven de bal goed af richting De Bruyne. Sané nu meegeven. Lukt dat? Hij geeft hem eerst aan Elister. De bal is nog steeds voor ons. Grimaldo was verkocht, zag ik, aan Paris Saint-Germain. De Bruyne hier. Kevin De Bruyne. Geeft hem goed af. Nee, de bal weggewerkt. Ondertussen de 55ste minuut nog steeds die 1-0 voorsprong. En dan is het ondertussen nu de 59ste minuut. En wij hadden een prachtig paas geven. En De Bruyne maakt het dan nog af. 2-0. En wij mogen een assist geven op dit doelpunt. En Kevin De Bruyne, de aanvoerder, mag hem dus afmaken. Ondertussen nog het laatste kwartier waar wij nog één keer de aanval hebben. Gaan wij nog één keer de assist geven dan. Nee, Gundogan redt, of mist bedoel ik, en geblokt. Hier weer opnieuw geblokt op het schot van ons en uiteindelijk de bal weggewerkt. En dan is de wissel aanstaande, want wij worden weer naar de kant gehaald. Nu voor Manchester City en is, wie is het eigenlijk? Niet Jesus. Ik wist niet wie dat was die ons ging vervangen. We gaan in ieder geval een traintje doen. Dan ga ik deze video toch weer langzaam aan het afsluiten. Morgen weer de Dirk Kuyt manager career bij Liverpool. Bedankt voor het kijken. Vanavond kunnen we nog genieten van de intro, de nieuwe intro van Wes en Rudy. En dan zeg ik zoals de tijd en zoals nu. Later. Yeah.